We staan hier bij het vernieuwde Katseveer met Rutger en Jessica van der Weel. Vandaag is de oplevering naar een langdurige verbouwing. Wat is er precies gebeurd hier? Bijna het hele restaurant is vernieuwd. Er zijn nog 2 muren blijven staan en de verdiepingen zijn erin gebleven. En verder is eigenlijk alles helemaal vernieuwd. Waarom zo'n grootscheepse verbouwing? We wilden eigenlijk meer naar de tijd van nu. En het restaurant was vroeger in de diepte en nu hebben we het eigenlijk een kwartslag gedraaid, zodat iedereen echt ook het uitzicht heeft over de Oosterschelde. Dus we hebben eigenlijk vooral iedereen meer uitzicht gegeven, comfort. Jullie zijn bijna een half jaar dicht geweest, hebben in die tussentijd in een ander pand doorgedraaid. Hoe is dat verlopen? Ja, wennen natuurlijk. In een ander pand moest je weer thuis voeren, een hele andere keuken. Het is goed bevallen, alleen natuurlijk wel een zware tijd. Je bent natuurlijk aan het verbouwen plus nog andere zaken aan het runnen. En uiteindelijk is alles goed verlopen. Hoeveel couverts heb je hier in deze nieuwe situatie en hoe was dat in het verleden? We hadden er 28 op de vorige locatie, de oude setting zeg maar. We hebben er nu maximaal 42. En ze hebben nu allemaal zicht op het water op de Oosterschelde, wat vroeger natuurlijk niet was. En nou zit je hier op een historische locatie. Hoe gaat dat in het werk om hier zulke grootscheepse plannen te realiseren? Met wie moet je dan overleggen? Welke partijen zijn erbij betrokken? En hoe is dat verlopen? Het is hier ook een primaire zeewering. Dus onze eerste gesprekken waren met het waterschap. Of het überhaupt wel mogelijk was. Het was voor ons ook een eis. Anders hadden we dit pand ook nooit gekocht. En uiteraard de gemeente. Maar het is heel goed verlopen. Ze hebben alle medewerking verleend. De eerste plannen stammen van 3 jaar geleden. Waarom kostte het zoveel tijd? We wilden het echt tot in de kleinste details goed uitgewerkt hebben. En vergunningen duurt natuurlijk lang. De banken zijn niet meer zo makkelijk als vroeger. En we wilden het gewoon ook echt rustig voorbereiden. Je kan ook niet zomaar beginnen. Je zit op een primaire zeewering. Dat betekent dat je tussen oktober en maart niet in de dijk mag graven. Dus je bent wel beperkt in je planning. Dus daarom ook zijn we in april begonnen. En gelukkig, want het weer heeft natuurlijk meegeholpen. Een goed voorjaar gehad. En we wilden in april en september open en dat hebben we ook gehaald. Ook door het goede weer natuurlijk. Jullie hebben deze verhuizing met Michelin overlegd. Hoe is dit in zijn werk gegaan? Ja, echt een overleg. We hebben gewoon een paar jaar geleden al aangegeven dat we dit wilden gaan doen. En we doen het natuurlijk voor de gast. Dus ja, in principe staan ze natuurlijk alleen maar achter. En ze zijn in het veerhuis 1 keer geweest en ze zullen nu nog een keertje in september ook komen. Want hadden ze dat niet als voorwaarde gesteld, dat je voor de nieuwe gids om daar een vermelding in te krijgen voor 1 september open moest zijn? Ja, het was wel een eis, vind ik een groot woord, maar ze wilden wel heel graag dat we in september open gaan, omdat ze dan zo de beoordeling nog mee kunnen nemen. En het aantal couverts is uitgebreid. Rutger, is de keukenbrigade daarop ook aangepast? Nee, we hebben de keuken aangepast dat die zo functioneel mogelijk is. We hebben alles, ik heb de routing van tevoren op papier een beetje uitgetekend. Het is een complete inductiekeuken gekomen, kookeiland, wat ik vroeger ook niet had. Maar de ruimte is heel erg kort en alles is op de pak zeg maar getekend. Ik ben bezig. Vroeger had ik 3 koks en nu heb ik nog steeds 3 koks. Ik werk niet meer met leerlingen, alleen met zelfstandig werken koks. Ik heb een sous-chef naast me. Dus 3 fulltimers plus nog een ambulant die in het weekend komt helpen. Dus in totaal in het weekend met z'n 4. Waarom geen leerlingen meer, als ik vraag mag? Het kost een hele tijd om die in te werken. En als ze eenmaal ingewerkt zijn, gaan ze dan een jaar weg. Snap ik ook wel. Een leerling wil zoveel mogelijk verschillende bedrijven zien. Ik kan beter een kok hebben die zijn papier hebt. Die echt, iemand, een kok die zijn papier hebt, die wil ook echt gaan voor zijn vak. En sommige leerlingen is dat niet het geval tegenwoordig. Je hele restaurant is vernieuwd. Is je menukaart ook vernieuwd? Veranderd? Ik heb mijn menukaart in augustus al vernieuwd. Ook om een beetje natuurlijk makkelijk te zijn met het doorgeven van gerechten. Dat alles een beetje bekend is. Maar als je natuurlijk een nieuwe keuken krijgt, een nieuwe omgeving, nieuwe routing en ook nog een nieuwe menukaart, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Dus ik heb die menukaart in augustus al aangepast. Dus die gerechten zit bij ons nu al in het hoofd. Als ik vraag, maar wat voor investering gaat hiermee gepand? Zo'n heel nieuw pand, een nieuwe inrichting en een forse uitbreiding? Je wil weten wat het kost? Geef me niet prijs. Nee. Nee, daar praten we eigenlijk niet over. Zeg maar genoeg om de komende 20 jaar heel hard voor te moeten werken.
Jullie zijn nu 8 jaar eigenaar van de Katseveer. Hoe zien jullie de toekomst nu voor je? De eerste 5 jaar hebben wij het pand gehuurd. We zijn nu 3 jaar eigenaar. En de toekomst, puntjes op die zetten. En ons doel is bereikt voor de gast, het mooiste uitzicht voor de gast. Service, toiletten boven, gelijk vloers. Dat was vroeger ook niet. Als je de puntjes op die zetten en gewoon de gasten nog meer verwennen. En culinair? Ja, culinair kan je ook nu hoger op. Natuurlijk vroeger in de oude setting was je beperkt, ook in je opslag. En nu is alles zo up-to-date. Ja, we kunnen ook daar de puntjes op die zetten. Ga je voor een tweede ster, Rutger? Ja, goed. Dat is mooi om beloond te worden naar je werk. Maar het belangrijkste is toch het geld wat binnenkomt. De gasten die komen. En Zeeland is best een moeilijke provincie. Kijk, ik heb liever een vol restaurant met 1 ster dan een leeg restaurant met 2 sterren. Dat is eigenlijk onze visie. Maar het blijft moeilijk om zomaar te zeggen van ik wil geen tweede ster. Wat betekent die ster voor jullie? Het betekent heel veel. Het is... het heeft voor ons wel zeker 50% meer omzet gegeven. Dus dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar wij vinden het wel... Het leukste is voor ons om te koken voor de mensen. En wij vinden dat... De 2 sterren is voor ons niet noodzakelijk. We vinden het leuk als de lokale mensen wel gewoon kunnen komen. Dat is het belangrijkste. Jullie hebben een 30 jaar op een andere locatie gedraaid. Wat vonden de gasten hiervan? De meningen waren een beetje verdeeld. De vaste gasten die bleven ons wel trouw. Maar zeker de laatste maand, dus de maand augustus, hoorden gewoon veel. Dus ze zeiden van nou, we wachten nu wel eventjes een paar weken. Want we komen dan toch liever in jullie Katseveer. Omdat wij, ja, je bent toch anders. Het is je eigen pand niet. En je straalt dat ook uit op een bepaalde manier. En nu zijn we weer thuis. Dus we verwachten iedereen weer terug. Hoe lopen de reserveringen tot nu toe? Ja, fantastisch. Ja, echt. Iedereen die zei dat ze later zouden komen als we in ons nieuwe Katseveer zitten. Die hebben ook zeker al gereserveerd. En het is echt hartstikke druk de komende week.